Maandagavond speelde NEC de uitwedstrijd in de Galgenwaard bij Jong FC Utrecht en het won met 2-0. Na de wedstrijd spraken we met Mart Dijkstra en trainer Pepijn Leijners. Een uur lang sowieso echt goed gespeeld. Ja, dan merk je na een uur natuurlijk dat we wel iets vermoeider worden natuurlijk. Hè? Dan wordt het iets slordiger, maar het is gewoon dat je maar 2 dagen rust ertussen hebt. Maar toen 1-0 de rust in kwamen, toen zeiden we moeten wel doorgaan voor de 2-0. We moeten blijven jagen, we moeten gaan voor de tweede goal. En dan is de wedstrijd op slot. Alleen wel blijven spelen om goal te maken. Ja, en breng je daarom Jansen in om de laatste 10 minuten een beetje met balbezit uit te voetballen? Ja, dat was het doel natuurlijk. Kijk, Kevin is natuurlijk fris, die zit vol energie. En niet alleen om tussen de linies wat vaster aan de bal te zijn, hè, maar ook om daarin de juiste keuze te blijven maken. Want hij toch de speler is die dan sneller de bal weer uithaalt en weer gaat pasen. En dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Ook vooral op het moment van balverlies staat hij meteen bovenop. Dus dat heeft ons wel geholpen. Ja. En een blok op het middenveld met Breinburg, ja, er is geen doorkomen aan eigenlijk. 3 wedstrijden al de nul. Nou, dat is niet alleen het blok, dat zijn wel meer jongens. Weet je. Pot is hartstikke druk bezig geweest met de verdediging. Hoe we de laatste lijn kort op het middenveld houden en hoe we druk zetten voorin. Weet je. Dan kunnen ze geen gerichte ballen geven. En als de verdediging dan kort op het middenveld staat, dan kunnen we overal in duel komen. Joris zat er een paar keer goed achter, die een bal met rechts nog wegschoot, kan ik me herinneren. Weet je. En dan beweeg je als team goed en dan zie je dat we moeilijk te passeren zijn. En dat is lekker. Fortuna weer punten gemost? Ja, ik hoorde het net. Ja, prima. Maar... Ja, wij moeten vrijdag... Focus op jezelf. Ja, dat is een lekker cliché natuurlijk. Ja. Maar ja, laten wij maar focussen op Cambuur, want daar moeten wij ook gewoon weer punten pakken.